De hele tijd paniekaanvallen. Ik ben moe. Goedemorgen. Wij zijn wakker. Het is 6 uur. Nee, ondertussen al 7. Nou, wij zijn om 6 uur opgestaan. Dag 4 van de lippen. Maar het is ochtend, dus ze zien er wel weer wat dikker uit. Zo zien ze eruit. Ze zijn wel weer zo wat meer gespannen. Daar is Sam. Jokes. Oh, moe. Echt moe. Maar het schijnt is het ontbijt de moeite. Daarom zijn we zo vroeg opgestaan. Dus ja, we zullen zien. Ik heb wel nog niet echt honger eigenlijk. Ik ook eigenlijk niet. Ja, een beetje. Ik kan wel iets eten, maar niet veel. Nou, gisteravond om half. Ja, we hebben normaal 4 uur pas gegeten gisteravond. Dus ja, gaan we weer met de trap zeker. Oké, dus we gaan het ontbijt checken. Oké, we zijn aan onze gate. Ik heb trouwens al de hele tijd paniekaanvallen. Ik voel me niet goed. Echt kak. Ik heb al lang geen paniekaanval meer gehad, maar nu al de hele tijd. De een na de ander. Dus ik hoop dat het zelfs op het vliegtuig een beetje beter gaat gaan. Maar we zullen zien. Nu gaat het momenteel wel even. Sommigen onder jullie weten hoe dat voelt. Hè? Want toen ik mijn video daarover had gemaakt, heel veel zeiden dat ze dat ook hadden. Dus you guys know the feeling. Hè? Maar ja, het is nu toch zo. We moeten er toch door. Hè? Yes, komt wel goed, hè. Ik ben er voor je, als er iets is. Maar er gaat niks gebeuren. Dus. Ik hoop het. Ik voel me echt slecht. Alsof ik moet overgeven aan buikpijn en zweten en warm. En onmogelijk heel misselijk. Stress. Ja, ik weet het. In het vliegtuig aan het midden of aan het raam zitten, echt nooit. En zeker niet als er hier dan iemand zit die ik niet ken. Dan vraag ik altijd om te wisselen, want ik moet heel vaak naar het toilet en dat is weer zo'n anxiety ding. Hier is Sam. En Anaïs. Trouwens Anaïs, we gaan u iets vertellen. Nu is het juiste moment. Spijt me. Het is niet het juiste moment. Nee. April. Dat bedoelt je, dat is niet het juiste moment. Zeg dat dan maar. Zeg toch, het is nog niet het juiste moment. Kijk, ja, en dan is het nog niet 1 april, ja, hallo. Dacht je even van, nee. Hè? Oké. Okay. Het probleem is even, dacht ik, ja, maar ik dacht, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan wel, hè. Dat kan, maar wij willen helemaal nog geen kind, dus. Lap, hè. Ik dacht dat het 1 april was vandaag. Daar waren we toch gisteren over bezig. Thank you.
Ah, ik was naar de tijd aan het kijken, lappen. Maar ja, oké, okay, alleszins prank mislukte. Prank. Ah, fuck, ja. Had jij het beter gedaan dan? Ja. Ja. Ik ben zo lang. Wij zijn aangekomen in Houston in Texas en nu zitten we al op vliegtuig nummer 2. Dus we hebben bijna 10 uur gevlogen naar Texas en nu vliegen we bijna 2 uur naar Tampa. Dus nog even, ik ben wel echt heel moe. Okay. Mm-hmm. Anaïs en ik hebben wel 2 uurtjes geslapen of zo. Ja. Op het vorige vliegtuig. Maar Sam niet. Sam heeft niks geslapen. Maar dat vond je rustig, hoor. Gerust, maar ja. Maar ik was slapen van. Nee. Ik kan er maar ook niet. Ja, jij hebt echt wel geslapen voor de verandering. Ik weet dat mama opeens daar aan de stond. Ja. Mama stond ook zo ineens naast mij. Ik dacht ook, hè. Ah ja. De eerste vlucht is wel heel goed gegaan, heel smooth, dus dat is ook wel leuk. Ja, we zijn aangekomen. Amai. Wat een reisje. Ik ben echt moe. Maar nog een uurtje rijden. En dan zijn we op onze bestemming. Ik ga hier naar Annie's, Auntie Annie's. Hi family. Hey. Hi. En alles goed? No. Gegaan? Yes. Ja. Yay, we zijn er! Woehoe. We zijn bij onze eerste stop, de Subway. Mama en papa zijn naar de Publix ondertussen, naar de winkel. Voor eten voor morgen halen en zo. Want morgen is het Pasen, dus denken dat dat niet open is. Wij gaan ondertussen Subway bestellen. Wij zijn ondertussen 2 dagen later en ik zie dat ik de vlog ben vergeten af te sluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke eerste vakantievlog of van onze reis. Dus zeker thumbs up en wij zien jullie morgen! Oh.